Akerman. Lang niet gehoord. Katy Perry, Juicy J. Dark Horse bij... Zo, nou die weten wel van dat paard. God. Die gaat wel door, Aangevraagd door Evelientje Stelstra voor 5 euro. Lievelingsliedje van haar dochter Marije. Nou, dat is goed nieuws. Giel, jongen. Ja, Barend. 18 over 4. Ja. Ik ben onwijs dankbaar dat je weg geweest bent. Ja, ik ben dankbaar dat je mij gevraagd hebt. Ik vond het een eer. Dat moeten mensen weten. Barend is de koning van de voice memo's. En jij stuurt een berichtje in en dat vond ik goud. Zal ik dan eens bijpakken? Ja, dat vind ik echt leuk. Eens even kijken hoe dat ook weer ging. Volgens mij zat ik gewoon show te maken. Echt waar? Oké. Even kijken. Giel Pelen, rustig aan, man. Ja, woensdag 13 november 1828. Ik ben nergens anders geweest dan op de radio. Pelen, 1 januari ga je het schip verlaten. Na 25 jaar trouwe dienst aan die goede oude stereotoren. Hoe zou jij het vinden om in die laatste week 1 nachtje met mij in dat glazen huis te zitten tussen 2 en 6? Ik heb geen idee wat er is geregeld, maar ik zie niet het schema binnenkomen en ik doe 3 of 4 nachten. En het lijkt me fantastisch om het met jou te doen. Ik hoor je graag. Groetjes, jongen. Dat kan je niet weigeren. Nee, dat vond ik echt tof. Nee. En helemaal toen ik het begin van de week... voor iedereen, ja. Hoe gaat het vallen? Ja. Nou, toen vond ik het helemaal te gek. Dacht ik, kijk ze gaan. En doe ook die andere... gewoon sowieso het hele team, maar die ga ik straks nog wel knuffelen hier. Maar hou deze vibe vast, want jullie zijn fucking goed bezig. Dankjewel, man. Zetten het vergeten kind echt op de kaart. En hebben nu al meer dan 1 miljoen binnengehaald. Ja, het is echt lekker. En Amersfoort echt ook top, hoor. Ook goud, ja. Zeker te weten. Ja, lekker. Ja, en jouw 10e keer dus bij deze, hè? Jouw 10e keer als ik hem zo mag tellen, dan is dit nummer 10 inderdaad, ja. Gisteren Euro-woordje gemaakt. Ja, hier Willempie. Vandaag 10e keer. Alles. Niks aan de hand.